Het Centraal Laboratorium van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg BOG heeft een gereviseerde koelinstallatie in gebruik genomen. Dit was noodzakelijk om onder meer de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. De Rosebel Community Fund en de Suriname Environmental and Mining Foundation hebben de kosten van dit belangrijk project gedragen. De communicatiedienst Suriname was bij dit heugelijk feit aanwezig. Vandaag is een bijzondere dag voor ons. Om een beetje geschiedenis te geven, want altijd is het goed om te weten van waar we komen. Met de chiller hebben we jaren problemen gehad. Met kunst en vliegwerk en daarbij vooral IT. Nieuwtech heeft echt met kunst en vliegwerk ervoor gezorgd dat het Centraal Lab eigenlijk draaiende is gebleven. Wij zijn een gecertificeerd lab en er zijn bepaalde dingen die we normaal moeten hebben. En een van die dingen is dat bepaalde ruimtes hier gekoeld moeten zijn. En wat was echt kunst en vliegwerk, want dan zeiden ze dat gaat niet lukken, maar het is gelukt. En dat we nu het moment hebben dat we een nieuwe chiller hebben, dat is heel bijzonder voor ons. Want toen we naar het bedrag keken, we dachten van, waar gaan we dit halen? Het was echt, we waren bezig en op het juiste moment hebben we Roosevelt Community Fund gevonden met een partner CMF. En we zijn heel blij ermee dat we nu een nieuwe chiller hebben. We hebben met de nieuwe chiller veel meer mogelijkheden om u aan te geven. Het Centraal Lab heeft elke dag tot nu toe, vanaf COVID, we zijn sinds februari begonnen, elke dag testen gedaan. Ze hebben zon- en feestdagen elke dag gewerkt. Elke dag hebben we gewerkt. En met COVID hebben we gezien dat er vele partners daarbuiten zijn. We kijken ook vooruit. We hebben een heleboel partnerschappen met een heleboel bedrijven. En we willen dat ook zeker verder uitbouwen. Het Centraal Lab is nog niet wat het wezen moet, om je ook dat aan te geven. Het lag in de bedoeling dat het Centraal Lab het referentielab zou worden van CARFA. Toen was het CAREC, nu is het CARFA. Wij zouden het referentielab worden, omdat daarvoor was het in Trinidad, maar het is een heel oud gebouw en zo. En mensen van CARFA waren ook hier en ze waren onder de indruk van dit gebouw. Het is gaan blijven steken in apparatuur. Het was een dure operatie en dat hebben we niet kunnen realiseren. Maar we werken daaraan om daadwerkelijk alles te doen wat we zouden willen doen. Er zijn een heleboel mogelijkheden. Degene die een rondleiding hebben gehad in het centrum gaat zelf versteld van staan van, wat dit alles hier gedaan? We doen een heleboel. En daarom zijn we heel blij met dit moment dat we een nieuwe chiller hebben. Roosevelt, wat Roosevelt betreft, hebben een lange historie al met Roosevelt. We hopen dat we dat verder kunnen uitbouwen. En het is erg belangrijk voor ons om deze partnerschappen, vooral net als Rotary, Roosevelt, er zijn een heleboel andere bedrijven met een heel goed partnerschap hebben. En dat ze ons heel goed hebben ondersteund. We gaan willen dat gaan uitbouwen en dat eigenlijk een duurzame overeenkomst misschien met ze hebben, dat we partnerschappen kunnen slaan. Centraal Lab overwegend, wij zijn een public health lab, we zijn niet commercieel. En dat maakt het een beetje tricky, want je gaat diensten verlenen, maar om die diensten kan je niet makkelijk terugverdienen. En dan als je moet het herinvesteren, moet je geldfondsen gaan zoeken. De overheid heeft niet altijd de mogelijkheid en dan blijft het steken, want er zijn een heleboel bedrijven die gaan vinden van contant. En dat waren een paar problemen, want als je denkt aan $100,000, dat is geen weinig geld. En daarbij, we zijn heel blij hiermee. En ik zou zeggen, jullie allemaal van harte bedankt. Dat heel BOK bedankt jullie voor de samenwerking en de medewerking om ons Centraal Lab nog optimaal draaiende te houden. We zullen straks overgaan tot de officiële overdracht. En we kijken vooruit naar partnerschappen met jullie nog meer. Voor revisie van de chillers. De chillers zijn om en nabij 10 jaar oud. En wij hebben de chillers op zodanige wijze gereviseerd dat de houdbaarheid verlengd is. Dat hebben we gedaan door de chillers te demonteren van de site, van het laboratorium. En we hebben die in onze werkplaats
gereviseerd en alles nagekeken en bevestigd dat de werking optimaal is. U praat over chillers. Kunt u ons aangeven wat eigenlijk de chillers zijn? Ja, natuurlijk. Een chiller is een koudwater productiesysteem. Het is eigenlijk een airco-systeem waardoor water heen stroomt. De warmte van het water wordt ontnomen en daardoor wordt de temperatuur van het water verlaagd. Eigenlijk wordt warmte opgenomen in het gebouw, in diverse lokalen. Dat water, dat opgewarmde water, wordt dan door de chiller heen geleid door pompen. En de warmte wordt ontrokken, waardoor er koud water geretourneerd wordt naar het gebouw. En wat betekent dit nu voor het lab? Nou, het betekent dat het lab... ten eerste, zo'n laboratoriumapplicatie is een goed luchtbehandelingssysteem nodig met voldoende redundantie. Er zijn daarom twee chillers en met het optimaal functioneren van beide chillers heeft het lab een goed functionerend luchtbehandelingssysteem en ook voldoende backup. En de onderhoud hiervan, hoe geschiet dit? Hoe verloopt dit alles? Ja, dus dat is van essentieel belang. We vragen de sponsoren ook om daar rekening mee te houden. Omdat het heel belangrijk is dat er preventief onderhoud plaatsvindt. Dat gebeurt periodiek conform fabrieksvoorschrift. En u doet ook de onderhoud daarvan, de chiller? Ja, wij doen het onderhoud zolang het budget available is. Doen wij het onderhoud. Als het budget niet available is, doen wij alvast het onderhoud in afwachting op de middelen. En u zegt de duur van de chillers is verlengd. Ongeveer hoe lang, als we kijken naar de duur van de chillers nu op dit moment? Ja, wij schatten makkelijk 5 jaar, maar het kan ook gewoon 10 jaar zijn. De chiller kan je eigenlijk lang doorgebruiken als je de componenten goed onderhoudt en van tijd tot tijd vervangt. Dank u wel.